Daar gaan we lezen verder in boek 7 van de Metamorfose van Ovidius. Vanaf 709 ging het erom, hè, daarvoor ging het erom dat Kefalos is ontvoerd de Aurora, maar hij dacht alleen maar aan Procris. Hoe mooi en indrukwekkend Aurora als godin ook was. Sacratori coitusque novos talamosque recentes prima quod deserti refereram foedera lecti. Beginnen we met refereram, imperfecte van refere, is natuurlijk eigenlijk terugbrengen, maar hierbij denk ik zoiets als vertellen over. Dus ik vertelde over, dus ik, Kefalos, vertelde aan Aurora, waar ik dus bij was, over, wat dan? Over de sacratori, letterlijk, betekent dat zoiets als de rituelen, de heiligheden of zo van het torus, dus van het huwelijksbed. Dat is natuurlijk een metonymische uitspraak voor het huwelijk. En de coitus novos. Nou, coitus gebruiken we tegenwoordig natuurlijk ook wel in een soort wetenschappelijke taal voor gewoon geslachtsgemeenschap, dus voor seks. Novos, dus en voor nieuwe coitus, dus voor nieuwe seks, die je net gehad had, de nieuwe geslachtsgemeenschap met zijn nieuwe vrouw. En over de thalamos regentes. Thalamos is eigenlijk een Grieks woord voor torus, dat is ook weer gewoon bed of slaapkamer daarmee. En dat is hier weer een metonymie voor het huwelijk. En recentes wil dan, ja, zoiets al zeggen als nieuw. Dat is ook weer een tautologie voor novos natuurlijk. Dus mijn recente huwelijk. En ik vertelde over de prima foedera. Letterlijk zou je zeggen de eerste. Ja, een foedus is een verdrag, eigenlijk een afspraak. Laat het even letterlijk vertalen. De eerste afspraken, deserti, van mijn in de steek gelaten lectus. Dat is weer ook een woord voor bed. Gewoon bed, niet per se huwelijksbed of zo. Gewoon in de steek gelaten bed. Oftewel, metonymie voor huwelijk of vrouw, misschien zeker zelf gezegd. Desertus en PPP natuurlijk. Want hij heeft dat bed niet zozeer in de steek gelaten als wel zijn vrouw, omdat hij daar nu niet meer bij is, Procris. Heeft hij nu niet meer. Dus eigenlijk is het allemaal een soort van tautologische dingen. Hebben we 4 keer achter elkaar, zegt hij bijna hetzelfde. Wat hij allemaal niet meer heeft. Parallel is het ook. Hè? Even kijken vooral hier. Coitus novos talamos recentes. Zelfstandig bijvoeglijk, zelfstandig bijvoeglijk. Allemaal metonymia's heb ik al gezegd. Eigenlijk het is ook een soort van climax. Hè? Want het is 4 keer hetzelfde bijna, maar dit laatste deel is wel veel uitgebreider, qua lengte vooral. Het zit prima en deserti en voor daar en lecti zit daarin. En dat is een polysyndeton met que en que en hier weer que, die opsomming die daarin zit. En enjolament aan het einde uiteraard. Even kijken, en ja, dan als je kijkt naar de volgorde, hè, je ziet hier A, B, en dan een soort van A, B, en waar dit bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandige naamwoorden hier zo. En dan een werkwoord in het midden. Dit is een soort van gouden vers eigenlijk. Hè? Dus bijvoeglijk naamwoord A, bijvoeglijk naamwoord B, werkwoord, zelfstandig naamwoord A, zelfstandig naamwoord B. Dit soort versen zie je eigenlijk heel veel. En als dat lukt, dan is het, wordt het beschouwd als een soort gouden vers, bij wijze van spreken, qua volgorde. Maar de boodschap is denk ik duidelijk. Hij praat daar heel erg veel over. Die stijlmiddelen, die zet natuurlijk de boodschap bij dat hij echt, kracht bij dat hij echt niks van haar moest weten, van die oude woorden, dat hij alleen maar aan Procris dacht. Nou ja, en dan is het logisch dat de godin een beetje onder indruk was. Mota deaast, elisie van die E, et sistituas in grate querellas, zei ze. De godin is mota, is bewogen, oftewel ontroerd, wordt erbij bedoeld. En ze dixit en ze zei, halen we even naar voren. Sistere betekent tot staan brengen, oftewel hier iets als beëindigen. Dus stop met of beëindig jouw klachten. Hè. Querella is een jammerklacht. Jammerklachten. Ingratus is ondankbaar. Hier ondankbare. Zelfs aan het naam wordt gebruikt en dan nog in de vocatieve gezet. Dus stop met je klachten, je ondankbare. Procrin habe. Heb Procris. Houd Procris maar. Wij spreken. Dus, je mag hebben. Vraag maar. Maar dat eindigt niet zomaar positief natuurlijk, want anders was het geen mooi en tragisch verhaal. Quod si mea probida mens est, non abuisse voles. Quod si, die combinatie betekent eigenlijk altijd maar als mijn mens, mijn geest, probida is, vooruitziend is, als ik een vooruitziende blik heb,
voles, dat is het futurum van vellen. Dus jij zult willen, dan zul jij willen non habuisse. En dan zou je waar een soort asiva moeten maken waar je het woordje je aan toevoegt, dat je haar niet gehad hebt. En haar vul je dus ook aan als leidend voorwerp. Je zult wensen dat je haar niet gehad had als vrouw, bedoelt ze daarmee. Nou, dat is natuurlijk een soort van ja, vooruitziende, vooruitwijzende opmerking, een soort van prospectie. Is dramatisch ook. Kijk, in ieder geval, het punt is dat, hoe gaat dit Kevelis dit interpreteren? Waarom denkt hij dat hij haar niet gehad zou willen hebben als hij al denkt dat zij de waarheid spreekt? Nou, hij denkt dat ze de waarheid spreekt, want zij is wel een godin en ze kan een beetje de toekomst voorspellen. Toekomst voorspellen, maar hij denkt waarschijnlijk dat ze Procris ontrouw zal zijn. Dat hij dus spijt zal hebben daarna van zijn huwelijk. Maar dat is nog een beetje onduidelijk voor hem natuurlijk. Maar wij, althans het oorspronkelijke publiek die het verhaal goed kende, die weet wat de waarheid werkelijk is. En dat zit wel een beetje anders dan wat Kefalus nu denkt. En dat maakt het tragisch en een dramatische ironie, is wat je het noemt. Dan het laatste stukje, meco illi irata remisit. Zij is onderwerp, zij stuurde terug, hè, remisit. Zij stuurde mij terug. Illi, dativus, van ille, sorry, in het geval van illa, dus aan haar of naar haar. Dus dat wil zeggen Procris. Dus Aurora stuurde mij terug naar Procris, wordt ermee bedoeld. Irata, boos. Ze stuurde mij boos terug naar Procris. Dat is dan een stukje versnelling. Want hier wordt al een soort van vertraagd, hè, zoals ik al zei. Dat zei ik eigenlijk nog niet. Ik moet nu nog even zeggen. Hier wordt vertraagd met het tempo, want hij gaat opeens zeggen wat hij allemaal zei. Dan komt letterlijk een stukje directe reden. Dat is het allertraagste tempo. En dan versnelt het weer. Zij stuurde hem terug. Goed. In het volgende filmpje zullen we dan zien hoe die terugkomt en wat er daarna gebeurt. Tot dan.